A little bit of JoJo Dancer. A little bit of thoughts of mine coming out the mind of this midnight. I can't wait till these tunes of mine get me out of this local jam. Get up on that big stage now. Op uitnodiging van onderwatersportvereniging Galatea werkte Heracles gisteren een bijzondere training af. In plaats van een bal was de selectie in de weer met een stick, een zwembroek en winnen. We hebben een hele enthousiaste onderwaterhok hier, die ook een ongelooflijk enthousiaste supporter is van Heracles. En ja, van het een komt het ander, dus die heeft eigenlijk ervoor gezorgd dat dit tot stand kwam. En heb je opeens pakweg 25 spelers in je zwembad liggen? Het is wel even een uitdaging om zoveel mannen in één keer dat te kunnen doen. Normaal gesproken hebben we maar 10 man max, maar dit keer was het 30 man. Druk, maar leuk. Leon, van een klets naar het veld in Deventer, naar onder water ook hier in Almelo. Ja, dat zei ik ook al. Ik wou een bal terug om te keeper, maar die bal bleef een beetje hangen in het water. Dus misschien er vandoor aan doen. Ik heb het nog nooit meegemaakt en ik denk dat ik niet meer vaak mee zal maken. Ja, dat is wel een keer grappig natuurlijk. Hè. Dus het is wel zwaarder dan ik had gedacht hoor. Je ziet hoe die jongens, hoe lang die onder water bleven, dat is echt bizar. Het is een hele fanatieke sport ook, waar veel timing ook naar te pas komt. Zij hebben nog geen goede techniek en dat maakt het 3 keer zo zwaar. We hadden een veel betere drink en het is zo makkelijk voor ons om naar de bodem te gaan. En dus al je energie die je nodig hebt op het juiste moment in te zetten. En zwaar. En het is zeker zwaar, vooral de eerste duikpartij die valt wel mee. Maar de tweede, derde, dan wordt de lucht toch wat krapper. Maar het is wel een leuke keertje. Wat anders dan voetbal, hè? Ja, het is wel anders dan voetbal, ja. Zo'n klein stikkie en dan kleine puck. Maar het is gewoon heel zwaar. Het is heel zwaar in het water. Dus ook naar beneden. En dan ben je hoger, 10 seconden beneden en dan kunnen we naar boven. En dan het potje zo 5-6 keer doet. En dan ben je op de laatste keer kun je maar een seconde beneden en dan kunnen we naar boven.